Welkom bij de Game Contenters. Vandaag ga ik een potje FIFA spelen. Kijk gerust mee naar een potje FIFA 22. Ik zal gaan voor een klassieke wedstrijd. Ik zal hier spelen met FC Groningen tegen NEC Nijmegen. Een hele goede middag, beste kijkers thuis. Eigenlijk ja, is het jammer dat u thuis kijkt, want het is prachtig weer hier. En daarmee heerlijk toeven in dit stadion, in afwachting van de aftrap. Wij proberen het weer en de sfeer in uw huiskamer over te brengen. Sierte Vos is mijn naam. Mijn collega naast mij heet Jeroen Guter. En voor liefhebbers van Nederlands voetbal hebben we vandaag Eredivisie voetbal. Laat die wedstrijd maar snel beginnen. Hoi, Siert. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is op papier een geweldige wedstrijd. Het zou wel eens sensationeel kunnen worden. Misschien wel historisch. Paas wordt eruit gehaald. Hier wordt om de bal gestreden. En ze kunnen meteen weer aanvallen na die ingreep. Van dichtbij. Ja hoor, er zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Jongens, jongens, jongens. Wat een gekluns. Ja, je gaat toch niet op deze positie de bal kwijtraken. Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot de tegengoal. De score is geopend. Het is 1-0. FC Groningen maakt dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Ze maken zich klaar voor de hoekschop. En met dit doelpunt kwamen ze op een voorsprong. Zo, kijk eens zeg. Zijn been lijkt wel een moker. Wat vliegt die bal er hard in zeg. Bal wordt voor het doel gebracht. Het gevaar wordt eruit gehaald. Vervolgt zijn weg naar het doel. Weg met die bal, denkt hij. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Mike de Wierik. Mo El Hankouri. Na die tackle is hij de bal kwijt. Dit zou wel eens iets kunnen worden. Wat gaat hij hiermee doen? Benieuwd wat hij gaat doen. Nee, toch geen aanval. De verdediging onderschept de bal. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Nee, nu is het buitenspel. Die speler komt gewoon te snel in actie. Natuurlijk. Het is hartstikke moeilijk met zo'n verdediging die ook niet altijd staat te slapen. Ja, niks mis met de steekpaas. Alleen ging de beoogde ontvanger te vroeg weg. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Beste bezoekers, het is de bedoeling dat u na de wedstrijd het stadion zult profiteren van deze paas. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Mooie positie om een voorzet te geven. De bal gaat achter. We krijgen een doeltrap.
De scheidsrechter denkt het goed te hebben. Buitenspel. Pakt de bal af met een knappe actie. Hij zet al vroeg druk. Dat had het doelpunt kunnen worden, maar het wordt een doeltrap. Die steekbal is gevaarlijk. Ah, toch buitenspel dan. Nou, dat scheelt echt heel erg weinig. Heb jij een lineaal bij of een geodriehoek? Nou, het was inderdaad millimeterwerk, zie het. En wat zag die steekpaars er geweldig uit trouwens. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Een flink duel een bal bezit. Er is een medespeler in de buurt. Dat moet de gelijkmaker worden. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Misschien levert deze corner ze wat op. Hoekschop in het centrum geplaatst. Direct druk zetten, dat werkt hier. Ja, nu kan er een counter komen. Zou wel eens wat kunnen worden. De scheidsrechter lette goed op. Er stond een fractie buitenspel. Plusje voor de scheidsrechter. Voordat er een echte kans ontstaat, hadden de verdedigers hem al buitenspel gezet. Op het moment van spelen stond hij net achter de laatste linie. Schotkans. Als eerlijk zijn, dit soort kansen moet je benutten. Ze hadden nu 2 doelpunten voor kunnen staan. Ik heb het idee dat ze daar nog spijt van gaan krijgen. Want deze had gewoon moeten zitten. Dan speel je een heel andere wedstrijd. Groningen zet een nieuwe aanval op. Deze voorzet vindt geen vervolg. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Blessuretijd, 2 minuten. Het ziet er veelbelovend uit. Na die tackle is hij de bal kwijt. Daar gaan we rusten. We zijn ze de fluit. Het is 1-0. Zo je ziet gaan we nou de rust in met 1-0. We gaan het spel snel verder hervatten. Moet even iets beter spelen. De spelers zien er nog goed uit. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Ja, gevaarlijke steekbal. Ja, en nu scoren. En het gevaar is weg. De doelman houdt de inzet van dichtbij tegen. Ja,
En dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. En weer in balbezit. Nee, er zit iemand bij. Ze komen weer in balbezit. Ze wachten tot de tegenstander druk gaat zetten en er ruimtes ontstaan. Steeds meer naar voren. Pof op de slof. Ah oh nee, wat een frustratie. Dit is toch net buitenspel. Ja, en ze deden alles goed, hè. Mooie goal, maar ja, de speler stond net even op de verkeerde positie. Ze staan nog steeds achter in de tweede helft. Misschien kan deze nieuwe, verse speler daar iets aan doen. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Paas van Lasse Schöne wordt onderschept. Er ligt ruimte voor de counter. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Zo, goal! Een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ze komen opnieuw in balbezit. Hij zit er goed tussen. Gelet op het balbezit staat Groningen uitstekend voor vandaag. En zoals ze hier... Zo, wat gebeurt hier zeg? Kijk eens, zie het. Tegen de paal, achterbal. FC Groningen bouwt aan de naam. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Die bal is een makkie voor de keeper. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Met een tackle pakt hij de bal af. Ze profiteren van deze pass. Cruciale onderschepping. De kans nu uithalen. Goede verdedigende actie, maar het blijft opletten voor ze. Nog steeds in aanval. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè. En ze werken de bal uit de gevarenzone.
kans om te scoren. Ja, deze speler heeft een kalmeringsmiddel nodig, hoor. Een waanzinnig schot van zo dichtbij. Ja, van die afstand. Dat is toch helemaal nergens voor nodig? Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, inderdaad. De doelman werkt de bal netjes weg. Opgejaagd op eigen helft. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Komt steeds iets verder. Zoekt een opening bij de achterlijn. Trekker overgehaald. In de baan van het schot. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. 3 minuten nog tot de 90. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Hij gaat het proberen. De bal hard op het doel geschoten. De doelman zit ertussen. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Met een prachtige verdedigende actie neutraliseert hij die aanval. En de scheidsrechter fluit. Ze winnen voor eigen publiek. Uitstekend gedaan. Zo zie je, winnen we weer met 2-0. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten, laat een like achter. Mocht je nog geen reactie hebben achtergelaten op een van onze video's, laat een reactie achter. En voor nu zeg ik je bedankt voor het kijken en tot de volgende gameplay.